Onder grote belangstelling ging de kinderfilm Joris en Boris en het geheim van de tempel in première in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Tal van bekende Nederlanders gaven acte de présence. Uiteraard was kampklant.nl daarbij en we maakten de volgende reportage. Toen al hebben jullie voorouders besloten dat jullie als nageslacht van Jorath en Borath voor altijd bij elkaar zouden blijven. Want jullie bloedlijn heeft een bijzondere opdracht. Oh, een kistje. Wat zijn Joris en Boris voor types? Het zijn twee echte boeven. Ja, die allemaal van die streken uithalen. Maar ze zijn best wel aardig. Ze hebben wel een heel groot hart. Was het vroeg vanmorgen? Ja, het was wel ontzettend vroeg, moet ik zeggen. Maar jullie hebben er zin in? Ja, absoluut. Mag de pret niet drukken, toch? Zo vroeg opstaan. En wat verwachten jullie ervan, de film? Ja. Ik weet niet. Ik laat me verrassen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waar het over gaat. Het geheim van de tempel. Ja, dus volgens mij is het wel een beetje mysterieus, spannend en ik denk wel echt een avontuur. Jullie vinden jezelf niet te oud voor een kinderfilm? Nee, je bent nooit te oud voor een kinderfilm. Ik ben in Madagaskar geweest. Ja, gisteren nog naar Breef, weet je. Dat was echt te gek. Ik hou sowieso wel van jongere films. Ik ben in de afgelopen 4 Sinterklaasfilms Diana Dakjes geweest. Een hele aardige, wat warrige vrouw. En dus ik heb vaker met hetzelfde team gewerkt. En toen er een Joris en Boris film kwam, een zomerfilm, toen zei ik, nou, ik vind het heel leuk om mee te doen, maar dan wil ik een ander soort personage spelen. En zo is Tante ontstaan. En ik neem aan dat kleine kinderen regelmatig wat slapeloze nachten van Tante zullen hebben. Nou, hoe gaat het met de muziek? Het gaat heel goed. We zijn druk bezig met de tweede single. Dus lekker in de studio opnemen en gaat hartstikke goed. Iets meer vertellen? Er gaat wat meer gitaren in zitten. Dus het wordt weer een beetje een dance-gitaarsingle. Dus ja. Maar nu hier aanwezig met Joris en Boris, wat kunnen jullie verwachten? Van de film? Ik weet, het is altijd hartstikke leuk en voor kinderen en zo, weet je, ik krijg heel erg Bassie en Adriaan gevoel erbij. Weet je, dus dat is wel heel erg leuk. Was het vroeg vanmorgen? Het is vroeg. Niet. Nog steeds vroeg. Het is nog steeds vroeg, ja. Maar we zijn veel te blij dat we hier mogen zijn, toch? Hoe was het om in de film te spelen? Heel leuk. Echt heel leuk. Enorme ervaring. En ligt de rol die je speelt, ligt die enigszins bij jezelf? Ze is een stuk jonger. Dat was op zich wel makkelijk om me in te leven, omdat ik die periode al heb gehad. Maar voor de rest verschillen Anna en ik best veel. Okay, maar het was een ervaring. Anna is heel erg lief. Anna is lief. Ja, en dat... Verschil. Ja, nou ja, dat is het niet. Ja hoor. Matthijs, wat doe jij hier? Ja, op de première van Joris en Boris. Ja. Joris en Boris. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Volgens mij wordt het een hele leuke film. Ja, weet je al wat je kan verwachten? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb wel een beetje de trailer al bekeken natuurlijk, maar ik ben heel erg benieuwd. Oh, die munt! Die munt kan het ook! Kijk, een vliegende munt! Oh, Joris, leg neer! Oh. Heb je er zin in? Ontzettend. Wat verwacht u van de film? Nou, ik heb vaker films gezien van waar Martijn in zit, Martijn Nellestein. Is dat nou Joris of Boris? Weet ik nooit meer. Maar volgens mij Joris, de grote. Want hij heeft ooit Sinterklaasfilms ook geregisseerd. En daar heb ik ook een keertje mee gedaan. Dus hij zei, je moet komen kijken. Ik zei, natuurlijk. Ik kan, ik ben er nog. Ja? Krijgen jullie weer wat? Goedemorgen. Goedemorgen, oké. Okay. Wie is Joris? Wie is Boris? Ik ben Joris en dat is Boris. En ik ben Boris. Hoe is het om jullie eigen film te hebben? Ja, dat is spannend is dat. Weet je, we hadden... Ja, ik heb er eigenlijk... Kijk, dat is die achter... Onze film. Onze film. Oh, ja, oké. Okay. Ja, nee, dus dat... namelijk Joris en het geheim van de tempel. Ja, nee, en het Boris. Is Joris en Boris en het geheim van de tempel. Oh. Ja. We hebben onze film. Lieve film. Krijg je nog de kans om Sinterklaas lastig te vallen? Nou, dokter Brein is daar altijd mee bezig. En Sinterklaas is er niet, hè. Het is zomer, dus het is voor ons lekker rustig. Dus we kunnen hele andere dingen doen. Het is lekker rustig. Ja, dokter Brein is er ook niet dit keer, denk ik. Nee, die zit in het gevangen. Ja. En wat kunnen we verwachten van de film? Ja, een knotsgek avontuur. We zijn naar Cyprus geweest en... Spanning en sensatie. Spanning en sensatie. Achtervolgingen, mysterieuze objecten, geheimzinnige dingen. Heel veel. Altijd bij elkaar, al vinden de meesten dat ook raar. We vinden niet meer zonder elkaar. We zijn een geluid.
Nee, Boris. Wie had je aan de telefoon? Een notaris. Dit kistje is de start van een van de grootste avonturen van jullie leven. Tadaa! Oh, de koffer. Oh, jongens, ik hou het bijna niet meer. Ik krijg een beetje naar gevoel als ik uw personage zie. Dat is de bedoeling ook. Het is ook een nare man. Guido is gevaar. En er moet, ja, in een film moet natuurlijk gevaar zijn. Er moet goede rikken en slechte rikken zijn. Maar was het niet zo moeilijk om te spelen? Nee, een slechte rik is altijd leuk om te spelen. Ja. Waarom? Ik hoor dat veel vaak, maar waarom is dat? Nou, omdat je dan iets mag laten zien wat je normaliter niet laat zien, omdat je niet zo bent. Je speelt dus eigenlijk een soort van het tegenovergestelde van wat je bent. Dat is altijd leuk. Wat gemeen! Ja, goed hè? Ja, nee, kijk, ik ben voor... Ik weet, een van mijn beste vrienden, die een stuk jonger is dan ik, die heeft als kind wakker gelegen van Martine Hafkamp. Dus het is ook wel leuk om nu er weer voor te zorgen dat kleine kindjes wakker liggen van me. Ja. Gaat het lukken? Hoe waren de reacties? Nou ja, ik weet het niet. Maar tot nu toe, als ik aardig naar een kindje lach, lopen ze heel hard weg. Dus het is gelukt, geloof ik. Daar had ze voor de film nooit last van. Nee. Dus het werkt wel. Ja. Ja. Maar ja, je zei voor aanvang, we moesten zien of Joris en Boris te pakken zouden worden genomen. Maar justitie, die helpt ze nu een handje mee blijkbaar. Ja, maar kijk, als je boeven, echte boevenstreken hebben, dan moet je ze oppakken. Maar sommige mensen verdienen ook een tweede kans. En ik denk dat Joris en Boris een heel mooi voorbeeld is van hoe boefjes een tweede kans verdienen om te kunnen zien dat ze ook hele goede dingen in het leven kunnen doen. En zonder dokter Brein, ja. Echt de kwade genius, zijn Joris en Boris eigenlijk hele lieve jongetjes. Mannetjes, ja. Ventjes. Ja, meisjes niet. Meisjes, nee, mannetjes. Dat mannetjes. Niet. Kleine mannetjes. Hoe ben je in de film beland eigenlijk? Ik deed gewoon een auditie eigenlijk. Ja. Gewoon auditie. Ja. Hartstikke goed auditie ook. Want, ja. Want er zijn wel 3 of 4 rondes geweest en zij bleef echt met kop en schouders boven iedereen uitsteken. En die... Het leuke verhaal van Maaike is dat ze eigenlijk de eerste auditiedag miste. En toen is ze op een tweede dag er nog net als laatste bijgekomen en heeft ze nog apart auditie kunnen doen. En dan kun je toch nagaan dat je toch een valse start toch geleid heeft tot een hoofdrol. En waarom miste je dan die eerste dag? Ik was ziek. Ja, ik kon er echt niks aan doen. Goeie reden. Nee, dat is echt zo. Dat is echt. Toen de laatste applaus losbarstte, wat dacht je? Ja, dat is zo'n ontlading. Dan heb je alle reacties gehad. Weet je, die hele film door zit je te wachten op reacties van mensen. Je hoort lachen, je hoort stil. Dus het is zo ontzettend spannend. Of de reacties komen op momenten waar Aram en ik bedacht hebben dat ze moesten komen. En dat gebeurde eigenlijk overal. En als dan dat eindapplaus komt, de film is klaar. Ja, dan weet je gewoon, we hebben gewoon een goede film gemaakt. Het is leuk. Men heeft genoten. Een van jouw bekende quotes waar ik nog altijd aan herinnerd word is, het is zo uit de klauwen gelopen. Dat was, Het is uit de klauwen gelopen en dat is eigenlijk hier ook weer met Joris en Boris bedacht, ooit als grapje, als hulpjes van dokter Brein, jaren terug. En nu hebben we een eigen bioscoop voor Joris en Boris, groot in die bioscoop. Ik zie overal langs snelwegen mijn hoofd 4-5 meter hoog in dingen hangen. Het is gewoon gekkenhuis wat er nu allemaal weer aan het losbarsten is. En we doen het weer. Ik weet niet hoe, maar we hebben het weer voor elkaar gekregen. Even toch, ik ken Richard, die jouw compaan speelt natuurlijk. Zijn de personages ook een beetje homo? Die vraag wordt ons vaker gesteld, terwijl ook weer de gaykant hier aanwezig is. Nee, in principe zijn het 2 vrienden. Wij zijn, zoals je in de film hebt gehoord, wij zijn te vondeling gelegd bij een weeshuis. En ze zijn bij elkaar gekomen. Vanaf onze geboorte zijn we al bij elkaar. En dan krijg je zo'n Bert en Ernie effect, denk ik. Ja, weet je wel, iedereen vindt waarschijnlijk dat ze zo gay als ik weet niet wat zijn. Maar zijn ze het ook, weet je wel? Dat is natuurlijk altijd een leuk geheim. Zijn Bert en Ernie het? Niemand weet het. Niemand weet het. We denken het allemaal. Joris en Boris hetzelfde. Zijn ze het? Ik weet het niet. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om Joris en Boris een eigen film te geven? Wij zijn daarvoor, onze filmmaatschappij heeft ons gevraagd, die kwam met het idee 1,5 jaar geleden, of we het zagen zitten om apart met dat duo een film te gaan maken. Daar hebben we eerst, ik en ik, heel lang over moeten nadenken of dat wouden. En uiteindelijk hebben we besloten om dat te gaan doen. En 1,5 jaar later staan we hier in Alphen aan de Rijn.